Breda Nu. Je weet het meteen. Goedenavond Breda, mijn naam is Sam en welkom bij het weekoverzicht. Deze week hebben wij weer een straatvraag voorgelegd aan de mensen in Breda. En deze vraag gaat elke inwoner van Breda aan het hart. Het gaat natuurlijk over ons eigen NAC, NAC. Gaan we het nog redden dit seizoen na het verlies tegen Emmen? We gaan kijken wat de inwoners van Breda denken. Denkt u dat het nog goed gaat komen met NAC? Ik hoop het, maar ik heb er weinig verduzie in, eerlijk gezegd. Moeilijk. Misschien. Ik hoop het. Ik gun het ze. En waarom hoopt u dat of waarom gunt u het ze? Nou, ten eerste omdat het Breda is. En we moeten toch iets hebben om trots op te zijn. En ze gaan altijd jojoen. Het gaat goed, het gaat slecht, het gaat alle kanten op. Dus wie weet. Natuurlijk wel. En waarom? Waarom? Omdat we altijd optimistisch blijven. Het NAC-supporter ben je niet voor je plezier. Dus nou is het juist belangrijk om ze te blijven steunen. Ik denk dat het misschien met de na-competitie nog wel kan lukken. Maar ik denk niet dat ze direct in de Eredivisie blijven, nee. Ik denk dat ze tijdens de winterstop een 2 tot 3-tal spelers aan zullen moeten kopen. Die echt een versterking zullen zijn van NAC. En daar bedoel ik mee een voorhoedenspeler, een goede midveldspeler en iemand voor in de achterhoede. En mogelijk dat ze met de komst van Pierre van Hooijdonk, dat daar een verandering zal optreden. En ik gun het zeker de trouwe NAC-aanhang. En dan bedoel ik elke keer weer dat er bijna bij elke wedstrijd, bij elke thuiswedstrijd, 19.000 mensen zitten. Als u kijkt naar de kwaliteit van de selectie en misschien de trainer, denkt u dan ook dat het goed komt? Nee, dan moet het 1 januari wat verbeteren. Wat zou u halen als u 1 keuze had? Oei, ik beschik niet over het geld wat zij wellicht wel hebben. En misschien hebben ze het ook niet, dan is het heel erg. Zou u een speler kunnen aanraden? Misschien of welke linie, een aanvaller, verdediger, keeper? Daar moet de figuur zoals Van Hooijdonk voorin komen. En op het middenveld hadden we vroeger Daan Schrijvers, dat was voor jullie tijd. Maar zo iemand die het spel overziet en de verdediging wegzet. En die de autoriteit heeft dat het ook van hem geaccepteerd wordt. Dus een echte leider? Jazeker. Vorige week waren wij al te gast bij de opening van Brams Gourmet Friets. En afgelopen zaterdag was er een heuse Experience Day. Onze verslaggever nam er een kijkje om de lekkerste frieten te proeven en te kijken wat de mensen ervan vonden. Ja goed, we wilden mensen natuurlijk kennis laten maken met het hele principe. Dat deden we eigenlijk al bij de Brammetage en hadden een soort van apenoogstdag. We hadden de mensen echt naar de boerderij toe om te laten zien waar komt die aardappel vandaan. Nou ja, dat is hier wat moeilijker natuurlijk. Maar goed, we hebben hier dan wel het snijapparaat. We laten de mensen die aardappel snijden. Kijken hoe dat gaat met de hand, kinderen. En ja, we staan dan lekker die stoven te maken. Ja, we hebben natuurlijk niet alles bij de hand, maar we hebben de Green Egg. En dan maken we ja, echt een stoofje, eventjes zoals die de eerste keer gemaakt is, zeg maar, als we hem zelf gaan testen. We waren lekker aan het shoppen en toen dachten jullie, hé, ja, we gaan toch even een lekkere frietje eten. Ja. En hoe smaakt het? Heerlijk, echt ja. Echt lekkere friet hoor. Kun je mij vertellen wat dat groene ding is? Dit is een Green Egg. En wat doet dat? Ja, wat het doet, we proberen vandaag een beleving te geven. Een experience, zoals we dat heet, zeg maar. En hier bereiden we een verse stoof op. Ik heb een currystoof gemaakt. En ik heb nu wat lekkere curryworstjes op de grill liggen. Die ik dan nog erbij leg als extra bite. Wij kennen Brammetage, maar wij kennen nu ook natuurlijk Brams. Hè. Dit is Brams. Brammetage, dat is een heel ander concept. Daar verkopen ze snacks en allerlei soorten dingen. En bij Brams, daar verkopen ze alleen maar de stoofvlees. De stoofvlees, gerechtjes met vlees of vegetarisch. Ja. Is het lekker? Ja, het is heerlijk. Echt weer wat anders dan een frikandel speciaal, of niet? Jazeker, dit is die met curryworst en lekker sausje over de patatjes. Heerlijk. Zaterdag kwam onze goed heilig man weer aan in ons mooie Breda. Het was één groot feest en onze verslaggever Sam deed er lekker aan mee. En wat ben je hier aan het doen? Hier blijven staan als Sinterklaas komt. En kon je wel slapen gisteravond voor deze spannende dag? Ja.
En wat vind je van al die pieten die hier zijn? Leuk. En vanavond lekker je schoentje zetten? Ja. Krijg lekker wie stout is de roem. O lieve Sint-Nicolaas, kom ook eens bij mij. En rijd toch niet stilletjes ons huisje voor. Hoe is het om weer terug te zijn in Nederland, jongens? Ja, best wel koud. In Spanje is het toch wel iets warmer dan hier. En is de reis wel helemaal vlot verlopen? Want ik zag dat er weer een en ander aan de hand was allemaal. Ja, maar op zich, het ging op zich wel goed. Ja, ik denk het wel. En nu 2 weken hard aan het werk elke avond? Heel hard aan het werk. Alle schoentjes moeten natuurlijk wel weer gevuld worden elke avond. Maar eerst even een feestje bouwen hier in Breda. Eerst hier in Breda, ja. Hij brengt ons in Nicolaas, ik zie hem al staan. Heel leuk bij Sinterklaas naar te komen. En wat heb je dit jaar? Wat ga je dit jaar vragen aan Sinterklaas? Een kleks vrachtwagen, een kleintje en een Lego en nog een Transformers. Wat jij? Ik heb Playmobil gekocht en een verrekijker om de sterretjes te zien. Want hij houdt van de sterren. En ik heb ook, dat is een slak en dat is een reisje. De Bredase Postzegelclub vierde haar 125-jarige bestaan. In ontmoetingscentrum De Vlieren gaven zij een groot evenement waar natuurlijk ook postzegels aanwezig waren. Onze vereniging is de oudste vereniging van Nederland en bestaat op dit moment gewoon 125 jaar, dus het is heel lang. We hebben sinds... Even kijken, sinds 2 jaar zijn we eraan begonnen. En in die tijd is ook onze oude voorzitter overleden, helaas. Dus hij heeft wel aangezet tot, maar niet kunnen afmaken. Dat vonden we heel erg jammer. Ik heb hem op zijn sterfbed beloofd dat ik er een mooi feest zou van maken. En dat is ook gebeurd. We hebben een heel mooi boek uitgebracht, 125 jaar jubileum. En een mooie postzegelreeks. We hebben heel veel mensen... Goede mensen, geen handelaren, maar gewoon dat het een leuk feestje zou worden. En dat is ook gelukt. Ja. Nou, wat bent u allemaal aan het doen vandaag, meneer? Ik ben vandaag postzegels aan het bekijken hier. Die mevrouw die heeft postzegels hier en die heb ik nodig. Ik ga eerst in de catalogus kijken of dat het echte zegels zijn die ik wil hebben. Ja. Dan ga ik in de computer even nakijken of dat ik ze ook echt heb, ja of nee. En als ik ze heb, dan leg ik ze apart om te kopen. En wat is nou zo leuk aan het verzamelen van postzegels? Ja... Dat is nou zo leuk. Ik heb het van mijn vader eigenlijk meegekregen. Die verzamelde en op een gegeven moment dan krijg je interesse voor bepaalde dingen. En net als met sport. Ik ben altijd sportman geweest. En dus het eerste wat ik verzamelde was sportzegels. Was in het begin nog heel, heel weinig natuurlijk. Ja. Zelfs wereldwijd. Maar ja, van lieverlee komt er steeds meer. Ja, en van het een komt het ander. Het jammer is dat jongens van jullie leeftijd geen lid willen worden, want daar zitten we om verlegen. Jonge mensen, het zijn meestal oudere mensen die verzamelen. Maar we zoeken jonge mensen die er dus interesse hebben. Het is leerzaam, het is aardrijkskunde, het is geschiedenis. En het is een hele leuke hobby, dus ik beveel het iedereen aan. En dat is mijn rol ook een beetje bij Philatron. Het promoten en het verzamelen van postzegels door jonge mensen. 3 Bredase kinderen kunnen zich vanaf deze week Bredase helden noemen. Zij kregen van burgemeester Depla een medaille uitgereikt voor een heldendaad die zij hebben verricht. Kinderen worden zo vaak vergeten, terwijl zij zo belangrijke dingen bijdragen om het leven mooier te maken en ook voor andere mensen zorgen. Ze hebben vaak niet een hele lange carrière al in vrijwilligerswerk, want ze zijn nog jong. Maar op deze manier kunnen we ze toch in het zonnetje zetten en daar gewoon aandacht aan besteden. Siem, kun je vertellen wat voor heldendaad jij hebt verricht? Vrijwilligerswerk op kinderboerderij Wolfsdraag. En kan je iets meer vertellen over wat dat inhoudt? Gewoon dieren verzorgen en stallen schoonmaken en dieren eten geven en van alles en nog wat doen op de dieren goed. Te verzorgen. Kun je vertellen waarom jij vandaag een medaille hebt gehad? Ik heb een oproep geplaatst voor mijn moeder op Facebook, omdat die had een nieuwe knie nodig en daarvoor heb ik een oproep geplaatst. En hoe gaat het nu met je moeder? Het gaat nu wel een stuk beter. Ze heeft een nier ook gekregen? Ja. Ik help mensen en dieren ik hoop dat dieren minder worden met uitsterven bedreigd, want de vissen eten het plastic op en dan
En dan eten wij die vissen weer op en kunnen we zelf plastic binnenkrijgen. En dan kunnen we ook doodgaan. Dus eigenlijk is het niet zo goed als je plastic weggooit, want dan vind je je eigen plastic weer terug op je bord. Hoe ben je nou daar ingerold? Is dat vanuit jou gekomen? Kun je daar iets over vertellen? Nou, ik ben een dierenliefhebber. Ik hou van dieren. Ik heb zelfs ook dieren, zelf thuis. Dus ik vind het gewoon leuk om met dieren te werken. Daar hou ik van. En wat vind je er nou van dat jij op zo'n speciale dag in het zonnetje wordt gezet en dat je een medaille krijgt? Wat vind je daarvan? Ik vind het wel leuk. Ik vind het wel leuk om zoiets te krijgen. Thuis dacht ik eerst van, ja, wat moet ik ermee? Wat heb ik eraan? Maar uiteindelijk dacht ik van, ja, weet je, het is toch leuk om zo'n ding te hebben. Ik heb nog nooit zo'n ding gehad en ik doe het al 12 jaar. Dus dan komt dat wel goed. En u bent lid van de jury. Kunt u vertellen wat uw rol is geweest en hoe het proces is gegaan tot de dag aan vandaag? Nou, we hebben ergens 2 weken geleden bij elkaar gezeten om uit alle aanmeldingen de winnaars te kiezen. En dan hebben juryleden uit verschillende gebieden, onderwijs, sport, uit het welzijn gebeuren. En toen hebben we met elkaar gekeken of ze aan de criteria voldeden om een lintje te kunnen krijgen. En daar uiteindelijk zijn deze 3 winnaars gekomen. Afgelopen week vond bij Breepark een studie-experience plaats voor leerlingen van het voortgezet onderwijs en mbo-schoolverlaters. Deze studie-experience gaf de kinderen een insight in welke studierichting zij op kunnen gaan. Jullie zijn vandaag op Studie Experience. Dat is een beurs voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs. En vandaag de eerste editie in Breda, gecombineerd met een Experience Abroad Fair. Dus ook een beurs waarin het gaat leerlingen die een tussenjaar naar het buitenland zouden willen. Dus dat is waar we hier zijn. En kunt u specifiek vertellen wat de leerlingen hier allemaal kunnen doen of kunnen zien? Ja, nou eigenlijk is het zo, als je klaar bent met je studie, ga je oriënteren, of je middelbare school eigenlijk, ga je oriënteren op het vervolg. Nou, ga je naar het mbo, ga je naar het hbo, ga je leren of werken? Dat zijn de dingen die hier zijn. Hè? Dus je hebt een defensie, een ROC, een vakschool, allerlei commerciële partijen die het ook leuk vinden om met jonge mensen in contact te komen. Hè? Metaal of techniek. En wat ik net zei, hè? Dus stel dat je zegt, ja, maar ik ben nog niet klaar voor die arbeidsmarkt. Ik wil nog een jaar een gigantische ervaring opdoen in het buitenland. Ja, dan kun je hier ook naar China, naar Japan, naar Amerika, naar Nieuw-Zeeland. Er zijn allerlei scholen uit het ver weg-istan, zou ik maar zeggen. Kun je vertellen wat je hier aan het doen bent vandaag? Ik sta nu op deze beurs hier om te vertellen over de opleiding Veiligheid en Vakmanschap, niveau 3. En daar proberen we mensen voor enthousiast te maken. Want wat vind je nou van dat hier zo'n beurs wordt gehouden voor studenten om zeg maar een beetje te oriënteren voor hun toekomst? Wat vind je daarvan? Dat vind ik een goed idee. Het geeft mensen ook de kans om echt zich te verdiepen in de opleiding zelf. Dat ze misschien nog niet weten wat ze willen gaan doen. Dat ze echt vragen kunnen gaan stellen aan leerlingen zelf. Nou, met de opleiding Bloem en Styling leer je heel veel bloemwerk maken natuurlijk. Maar je leert ook heel veel styling over winkels, woonruimtes, etalages. En je kunt dus ook dan later in een bloemenwinkel gaan werken of als stylist aan de gang. Dus een hele leuke opleiding, maar soms nog een beetje onderbelicht. En ja, de trend is nu helemaal mee. Dus eigenlijk ja, zou ik zeggen, kom gauw naar ons toe, want het is hartstikke leuk en heel veel baangarantie ook. Ook deze week weer een dilemma voor de inwoners van Breda. Met deze week het dilemma, of voor altijd rauwe vis eten, of op alles ja zeggen. Kijken wat de inwoners van Breda kiezen. Nou, ik hou niet van vis. En ja zeggen is op zich wel goed. Op alles, hè? Dus als ik tegen jou vraag van maak even 100 euro naar mij over, dan moet je daar ja op zeggen. Ja, maar ik hou niet van rauwe vis. Nou... Ja, dus kan je wel echt wel in problemen krijgen. Je moet kiezen, je moet nu kiezen, anders is het gewoon klaar. Dan kies ik voor ja zeggen. Ik wil ja zeggen. Ja. Nou, dan maar rauwe vis. Ja, we altijd rauwe vis eten, ja, dus ja, dat is dan het enige wat je mag eten voor de rest van je leven lang. Ja. Vind je dat niet kut? Jawel. Nou, ik vind vis best wel lekker. Dus ik denk dat ik dan daarvoor kies, maar... Mag ik dan nog wel andere dingen eten? Of echt alleen rauw? Alleen maar rauw vis, voor altijd. Misschien dat ik dan toch voor het ja ga zeggen. Toch voor het ja? Dus ja. Als iemand iets vervelends aan jou vraagt om te doen, dan moet je dat per se doen. Ja, en als mensen dan achterkomen wat jij misschien niet leuk vindt, dan kunnen ze gewoon... Of ja, mensen kunnen misbruik van je maken. Ik weet niet hoe je daarover denkt. Ik kan ook zeggen ja zeggen en nee doen. Rauw vis eten, man. En waarom? Ja, op alles ja zeggen, dat komt niet goed. Nee. Hoe zie je dat voor je? Dan ben je na een dag ben je arm. Ja. Gewoon, ja. Ja, nee, dan ben je gewoon een zwaarder lul. Wat zou jij kiezen? Ja, ook rauwe vis, man. Wat is jouw reden? Ja, als je op alles jou moet zeggen, dan ben je zo klaar. Ja, ik zou toch voor deze gaan. Je mag de rest van je leven alleen maar rauwe vis eten. En waarom? Nou, ik hou sowieso van sushi. Rauwe vis. Dus ik zou dan gewoon elke dag sushi eten. Dit was weer het weekoverzicht voor deze week. Bedankt voor het kijken en tot volgende week. Fijn weekend. Bro.
Breda Nu. Je weet het meteen.